Ik ben Constantijn van Oranje. Ik werk momenteel bij de Europese Commissie in het kabinet van Eurocommissaris Kroes. In 1992 zat ik in het bestuur van de Veerstichting. Ik was toen verantwoordelijk voor het thema. Het thema was toen impasse voorbij, zoeken naar nieuwe impulsen. Het ging eigenlijk over dat we vonden dat veel van de instellingen van de maatschappij en de processen en dergelijke niet meer aansloten bij de nieuwe ontwikkelingen van het individualisme en het zichzelf ontplooiende individu. Voor mij is de Veerstichting bijzonder omdat het als het goed is, en ik hoop dat dat dit jaar weer het geval is, dat een jonge generatie aangeeft wat de dingen zijn die ze echt belangrijk vinden, waar zij zich zorgen over maken. Zij kunnen leren van de huidige generatie die beslissingen neemt wat hen bezighoudt. En dat kan hen misschien een steun geven bij het zoeken naar een carrière of inspireren in keuzes van hun werk. Aan de andere kant, overvloed in deze tijd denk ik ook wel aan decadentie. We hebben heel veel, we hoeven echt geen keuze te maken, we hoeven geen moeite te doen, het wordt ons allemaal aangereikt. Waardoor we misschien niet meer helemaal gedwongen worden om afwegingen te maken die je zou moeten maken waar eigenlijk schaarste is. Waar je moet kiezen tussen het een of het ander. En dat afwegingsproces is heel belangrijk in hoe wij in het leven staan. Dus overvloed kan leiden tot luiheid en decadentie. Dus ik kan je van harte aanraden om je op te geven voor het symposium. Want dat is de plek waar je je kan uitspreken over wat jou boeit, waar je mee bezighoudt. Daar kan je spreken met mensen die beslissingen nemen in de maatschappij en in de economie. En je kan er ook met je leeftijdsgenoten van gedachten wisselen. Het enige wat je hoeft te doen is een essay te schrijven, een bijzondere opdracht in te dienen. En dan kan je erbij zijn. En ik kan je beloven dat het een hele bijzondere ervaring zal zijn.